Almelo heeft mij verrast. Bijvoorbeeld door haar zichtbaar rijke historie. Ik wist bijvoorbeeld eerder niet dat Almelo vroeger een heerlijkheid was. Dat gaf en geeft iets extra's aan Almelo. Almelo onderscheidt zich ook nu nog als een uiterst groene stad met prachtige lanen, landerijen en vele parken in de stad. Voor bezoekers en bewoners biedt het tal van recreatieve mogelijkheden. Maar ook historische gebouwen heb ik ontdekt, als het tolhuis en de theekoepel. Het zijn stille getuigen van deze periode van de heerlijkheid Almelo. Ik vermoed alleen echter dat velen, waaronder de vrienden waar ik over sprak, dat niet weten over Almelo. Precies, hoor ik al mensen zeggen. Kortom, ik ontdek nu pas eigenlijk hoe heerlijk verrassend Almelo is. Maar de gemeente verrast me ook door de diversiteit aan mogelijkheden die ze te bieden heeft. De combinatie van internationaal toonaangevende bedrijven, de prachtige plannen voor de ontwikkeling van onze brede stationsomgeving, met daarin volop ruimte voor verschillende functies en woningen in ieder segment. Maar ook de verbinding in de samenleving. Op de tribunes bij onze club Heracles, ik kreeg net nog een uitnodiging voor een bijzonder evenement op de 20e. Maar ook bouwend aan een huisje in het Houtdorp bij het Ahuis in Adorp. In Mariaparochie, straks tijdens carnaval in de Polonaise in Bornebroek. Iedereen staat zij aan zij. En dat allemaal natuurlijk overgoten met een sausje van de alom geroemde Twentse nuchterheid. Echt mooi. Nou ja, die nuchterheid, daar kom ik straks nog even op terug. Nog een paar observaties die ik graag met u wil delen. Onlangs ontmoette ik de groep prachtige mensen die zorgt voor de kinderboerderij. Ik mocht hen de stadsprijs overhandigen. Wat een bevlogenheid en wat een hart voor deze prachtige plek. Zij leveren mooie bijdragen aan het leven hier in deze stad. En datzelfde doen diverse inwoners op hele verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van mooie evenementen, waar velen van ons en vele mensen in de gemeente van genieten. Ik denk aan de ijsbaan in de binnenstad en de winterparade die door de straten trok. Maar ik heb ook bijvoorbeeld de mensen gesproken die betrokken zijn bij de prachtige nieuwe moskee in aanbouw. Zij zetten ook dat stapje extra en vervullen een stevige maatschappelijke rol in onze gemeenschap. Deze diversiteit aan inzet is echt een kernkwaliteit van deze gemeente. En mensen, dat hebben we nodig met elkaar, juist in deze tijden. En wist u, ik wist het namelijk niet, dat Almelo vroeger een eigen munteenheid had? Nu wil ik natuurlijk niet gaan voorstellen dat we een eigen munteenheid gaan als betaalmiddel gaan introduceren. Maar denkend aan die munteenheid moest ik wel denken aan al die mensen die zich elke dag inzetten voor onze stad. En toen kwam bij mij het beeld op van mensen die elkaar in sociale munt betalen. Die iets extra's doen voor hun straat, hun buurt, de stad. Velen van jullie ook die ik hier net de hand heb mogen schudden. Die klaarstaan voor de buurman of de buurvrouw die het moeilijk heeft. Of die mantelzorg verlenen aan een dierbare. Dat is wat mij betreft ook direct het goud van onze gemeenschap. Mensen die het verschil weten te maken voor anderen. En dat doen ook onze hulpdiensten. Politie, brandweer. Net als onze mensen in de zorg. Zij zetten zich dag en nacht voor ons in. Redden soms levens, staan naast ons in moeilijke omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het Almeloze gezin dat ik sprak, dat in de nieuwjaarsnacht werd opgeschrikt door een grote brand. Ook voor hen stonden de hulpdiensten gelukkig gelijk klaar. Kunt u zich nou voorstellen dat mensen die voor ons klaarstaan met vele vormen van agressiviteit te maken krijgen in hun dagelijks werk? Ook nu weer met oud en nieuw. Ik begrijp hier echt helemaal niets van. Wat mij betreft mogen we deze verruwing nooit, maar dan ook nooit accepteren met elkaar. En als ik iets zou mogen wensen voor het nieuwe jaar, dan is het dat we hen weer koesteren en respecteren, zoals het hoort. Agressief gedrag naar iemand die gewoon zijn werk doet, is niet normaal. Natuurlijk kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen en de sociale problematiek. De landelijke trend die laat zien dat deze uitdagingen steeds talrijker en groter worden, gaat ook onze deur hier in Almelo niet voorbij.
Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat vele organisaties in Almelo zich samen met de gemeente volop inzetten om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken. Daarbij denken ze verder en doen ze meer dan wat voor de hand ligt. Alleen komen we steeds meer achter dat er maatwerk per situatie nodig is. Maatwerk dat zich niet altijd verhoudt tot de huidige wet en regelgeving. Niet iedereen in onze samenleving valt immers binnen gestandaardiseerde protocollen of is in een malletje te passen. Als bestuur gaan we dit de komende tijd zeker op de landelijke tafels agenderen. Maar met een gerust hart is te stellen dat Almeloers, jullie zoals jullie hier ook vandaag staan, een stevige ruggengraat hebben en volop ambitie. En dat merk ik niet alleen in de gemeente, maar ook gelukkig bij de raad, bij mijn collega's in het college, bij de gemeentesecretaris en bij de medewerkers in onze ambtelijke organisatie. Het is echt een feestje om met hun samen te werken. De ambitie van Almelo was ook voelbaar bij een ontmoeting die ik in december had met een aantal high-tech ondernemers en kennisinstellingen die samenwerken binnen Hattrix. Verhalen over uitdagingen en kansen, potentie en struikelblokken. Als lokale overheid proberen we zoveel mogelijk de omstandigheden te scheppen voor goed ondernemerschap en bedrijvigheid. Samen werken we aan een sterke, veerkrachtige economie, voor nu en voor de toekomst. Daarbij hoort wat ons betreft ook zeker een goed en breed woningaanbod en het op peil houden van een mooi voorzieningenniveau. Maar ook goede verkeersverbindingen, zoals de door ons vurig gewenste Neder-Saxe-lijn. Zodat Almelo een heerlijke gemeente is en blijft om in te wonen, te werken en samen te zijn. Daarom investeren we ook bewust in de samenwerking met onze buren Hengelo en Enschede. Maar ook met de andere Twentse en Duitse buurgemeenten en de provincie. Het is ook heel goed dat we samen met Enschede en Hengelo onze belangen in Brussel behartigen. We hebben allemaal belang bij Twente als sterke regio. Daar zetten wij ons het komende jaar volop voor in. En de regio heeft een belang bij een sterk Almelo. En hier mogen we ons wel wat meer zelfbewuster van zijn. Almelo is met meer dan 45.000 arbeidsplaatsen nu al een wezenlijk onderdeel van de Twentse banenmotor en heeft de ambitie dit nog veel verder uit te breiden. Bedenkt u eens wat een enorme positieve impact dat heeft op deze mooie regio. En in Almelo is bovendien nog voldoende ruimte voor de groeisprong waar onze nationale economie behoefte aan heeft. Daardoor verbeteren we ook de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners. We geven mede een significante impuls aan de internationale concurrentiekracht van Nederland. In Almelo worden immers innovaties bedacht en maken we deze ook nog eens tot nieuwe producten. Daarmee leveren we bijdrage aan de Europese economische ambitie naar meer onafhankelijkheid. Almelo draagt dus bij aan de wereld om haar heen en laat dagelijks zien waarom deze regio meetelt in Nederland. Tot slot kan ik zeggen dat de afdronk van mijn ontdekkingstocht door onze gemeente is dat Almelo ontzettend veel te bieden heeft. Een stad die groeit en die straalt. En wat mij betreft mogen we dat echt meer zelfbewust uitdragen. Samen. En ik zeg bewust samen. We bereiken onze doelen vooral als we elkaar blijven versterken. Juist in deze tijden. Want ik las vandaag in de NRC dat in veel nieuwjaarstoespraken het natuurlijk ging over alles wat zich in de wereld afspeelt. En daar moeten we ook bij stilstaan. En ook ik sluit daar mijn ogen niet voor. Maar ik heb vandaag vooral een verhaal willen vertellen van optimisme. Omdat ik erin geloof. Ik ben erin gaan geloven in de tijd dat ik hier in Almelo ben. Dus beste Almeloers, aanwezige lieve mensen, mede namens de leden van de gemeenteraad, de wethouders, de gemeentesecretaris en al onze medewerkers, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar toe. En ik zou willen proosten, ik heb helaas niks, op ons heerlijke, verrassende Almelo. Dank u wel.